Protest tegen geweld tijdens herdenking scholier. Kindermediafestival Cinekit van start. In Amsterdam is vandaag Cinekit begonnen. Het festival voor kinderen met onder meer films en televisieprogramma's. Cinekit wordt voor de 21ste keer gehouden. De films van het festival zijn te zien in bioscopen van 30 verschillende steden. Voor het eerst opent het Cinekit Festival met een televisiedrama. Het is de serie De Daltons, een vervolg op een populaire VPRO-serie van 7 jaar geleden. Oké, komt-ie! De hoofdrollen in de serie over 4 broers worden gespeeld door precies dezelfde acteurs als toen. Het is eigenlijk alsof er niet echt tijd heeft tussen gezeten. Wat is het verschil voor jou qua spelen dan? Ik kom nu al in de puberteit en daardoor komen de verhalen anders. Op Cinekit gaan verschillende kinderfilms en televisieprogramma's in première. Zo is African Bambi voor het eerst te zien. Een natuurfilm speciaal voor kinderen. Ik ga jullie het verhaal vertellen van 3 jonge gazellen. Veel jonger en ja, kleiner dan ik. Behalve kijken naar films kunnen kinderen ook workshops volgen en kennis maken met nieuwtjes op het gebied van games en internet. De organisatie van Cinekit verwacht deze week zo'n 20.000 bezoekers. Film, tv, internet en games. Het Cinekit Festival is begonnen. Kinderen vieren het suikerfeest op de voetbalclub. En gepimpte auto's en stunts in Rotterdam. Ja, straks meer over het suikerfeest, maar we beginnen in Amsterdam. Want daar is het Cinekit Festival begonnen. Het festival voor kinderen over films, televisie, games en internet. Het wordt dit jaar alweer voor de 21ste keer gehouden. En onze verslaggever Nick die is in Amsterdam bij het festival. Hey Nick, je was bij de opening vandaag. Hoe was het? Vertel. Ja, dat klopt. Nou, ik zit hier in het Media Lab. En dat is een van de dingen op het festival. Hier kunnen kinderen allerlei proefjes doen die met films, televisie en internet te maken hebben. En bij de opening, daar konden kinderen ook allemaal films kijken natuurlijk. Maar er staat de komende week op het festival nog veel meer te gebeuren. Cinekit wordt gehouden op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. In een heleboel gebouwen kun je daar de komende week de nieuwste dingen ontdekken. Jongens, ik krijg allemaal hele rare dingen op. Film, televisie, games en internet. Films kijken, stemmen op de beste films. Regisseurs en acteurs ontmoeten. Nieuwe tv-series bekijken. Een workshop game maken volgen. Filmpjes en animaties maken. De nieuwste game spelen. En nog veel meer. Voor het eerst begon het Cinekit Festival trouwens vandaag niet met een bioscoopfilm, maar met een tv-serie, De Daltons. Oké, komt-ie! Het is een vervolg op een serie van 7 jaar geleden over 4 broers en hun ouders uit de Daltonstraat. Misschien heb je die serie wel eens gezien. Toen zag het er zo uit. Daar komt-ie. Kijken. In de nieuwe afleveringen zijn de broers een stuk ouder. Alle jongens worden weer gespeeld door dezelfde acteurs als toen. Mick bijvoorbeeld, die Tim speelt. Hij was toen 9 en nu 16. Het is eigenlijk alsof er niet echt tijd heeft tussen gezeten. Wat is het verschil voor jou qua spelen dan? Ik kom nu al in de puberteit en daardoor komen de verhalen anders. Vanaf 18 november zijn de Daltons op televisie te zien. Genoeg! Ook de bioscoopfilm African Bambi is op Cinekit voor het eerst te zien. Het is een natuurfilm die speciaal voor kinderen gemaakt is. Ik ga jullie het verhaal vertellen van 3 jonge gazellen. Veel jonger en ja, kleiner dan ik. Later deze week meer over deze film in het Jeugdjournaal. En zo komen er nog veel en veel meer gloednieuwe films en televisieseries voorbij de komende week. En het is hier trouwens niet alleen maar kijken, je kunt ook dingen doen. Nou, je doet zo en dan komt er zo'n boom omhoog, zoals die. Wat zijn jullie aan het doen? Een nummerbericht aan het voorlezen. Waarom is dat? Oh, dat vinden we leuk. Cinekit wordt trouwens niet alleen in Amsterdam gehouden. Ook in 30 andere steden in Nederland zijn de Cinekit films in de bios te zien. In totaal verwacht de organisatie dat er deze week ongeveer 20.000 kinderen naar Cinekit komen.
En voor nu is het bijna afgelopen. De kinderen hier moeten eigenlijk weg. Want voor vandaag zit het erop. Maar morgen gaat Cinekit weer verder. Oké, dankjewel Nick. Ja, en je zult de komende dagen nog veel Cinekit verhalen van Nick zien en horen. Want hij is de hele herfstvakantie bij het festival. Vanaf aanstaande maandag tot en met vrijdag kun je alles daarover zien om 5 uur in de speciale Cinekit edities van onze middaguitzending jeugdsnel.nl. En natuurlijk ook veel reportages over Cinekit in onze avonduitzendingen.